verbaasd ben? Ja. Nou, we hebben net even bedacht. Ja. Geniet. En maak met elkaar mooie nieuwe herinneringen voor 2019. Ik ben Dini Bakker, ik ben stadsgids bij Alpmeppel en we lopen vanavond de lichtjeswandeling met 200 mensen. 6 stadsgidsen lopen allemaal met meer dan 30 mensen. En ik wens dus alle leden van de stichting Alpmeppel een vreedzaam en een gezond 2010. En iedereen die ons kent, en mijn familie en vrienden en bekenden, een vreedzaam en een gezond 2019. Nou, dat is een mooie wens. Mijn naam is Jan Huberts, ik woon op het Westeinde in Meppel. Ik wil eigenlijk vanaf deze plaats alle vrienden, buren, kennissen, familieleden een heel gelukkig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar toewensen. In plaats van kaarten, in plaats van e-mails. Ik zou willen oproepen om, als je geen kaarten stuurt, de opbrengst daarvan, dat doen wij ook, te schenken aan de voedselbank. Dat doen we ieder jaar. Dus niet bergen kaarten, gewoon een paar centen voor de voedselbank. Nou, heeft u ook een kerstwens? Ja, vrede op aarde voor alle mensen en gezegend kerstfeest. Hi. Ja. Nou, heeft u ook een kerstwens? Ja, dat het vrede op aarde mag zijn en dat het mensen lief en aardig voor elkaar mogen zijn vanaf nu. En dat we een beetje beter voor het milieu gaan zorgen. Uitstekend. Namens Herbergenplein, Prodo, Petra en mijzelf wens ik jullie allemaal fantastische kerstdagen en een voorspoedig 2019. Wil jij er nog wat aan toevoegen, Prodo? Nee? Petra? Nee, ik ben het helemaal zo met je eens. Goed zo. Fijne dagen allemaal en een prachtig Meppel. Dankjewel. We willen graag Marjan Edeling alle goeds voor 2019 toewensen en dat het weer een heel mooi jaar voor haar mag worden. En dat wens ik ook heel zeker voor haar. Een liefdevol mooi jaar voor haar. Ik wil de beste kerstwensen doen aan mijn vader en mijn zusje. Ik loop nu even met mijn moeder vandaag, maar ook zij weer prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Heb jij nog een kerstwens dit jaar? Ja, dat er geen oorlog meer is. En verder nog iets? Ja, dat overal vrede is. En verder nog iets? Nee. Oké, nou bedankt. Dat is een goede kerstwens. Heb je nog een kerstwens? Ja, onbeperkt eten. En verder nog iets? Nou, dat is wel eigenlijk wel. Oké, nou bedankt. Heeft u nog een kerstwens? Een kerstwens? Nou, je kunt niets beter wensen als dat iedereen in Meppel en buiten Meppel fijne feestdagen heeft en een gezond 2019. Nou, bedankt. We willen iedereen van Astellas Meppel fijne dagen wensen en een goed uiteinde. Gelukkig 2019. Yo! Goedendag, wij zijn de Ecoblazers uit Zuidwolde. En wij wensen iedereen die kijkt naar deze mooie uitzending, een fantastische kerstdagen. Heel gelukkig uiteinde en een voorspoedig en gezond 2019. En we hopen dat jullie nog eens een keer mooi kunnen genieten van ons blazen, van de midwinterhoorn. Zo is het. En ik sluit af met een klein beetje, al een klein uit midwinterhoorn. Goed gewoon allemaal. Hallo, ik ben Ida. En ik ben Marion. En wij wensen Sandra. Carla. Petra. En Elma. Hele fijne feestdagen en een happy New Year. Yeah! Ik wens alle vrijwilligers en coördinatoren van Hospice Ezingen prettige kerstdagen en een heel voorspoedig 2019. Wat kleuterig. Kunnen we al of niet? Gaat er ook een lang moeten proosten. Kom, we moeten proosten. Ja. We moeten proosten. Laten we proosten. Wat is onze kerstwens? Ho, ho, ho. We wensen iedereen een sprankelend, liefdevol en een gezond nieuwjaar en een fijne kerstdagen. Met heel veel geluk, wijsheid en liefde. Proost. Rood, geel en op het leven. Groen. Groen, op het leven. Proost. Ik wens Meppel een fantastisch 2019 toe. Met heel veel goede activiteiten. Met alle vrijwilligers die dat allemaal organiseren. Is er nog een kerstwens? Voor mezelf of voor Meppel? Nou, dat maakt wel uit. Maar nee, voor mezelf heb ik niks te wensen. Ik heb eigenlijk alles wat ik wil. Maar
Nee, voor Meppel wens ik eigenlijk alles wat, wat goed is, wat leuk is, wat gezellig is. Veel leuke evenementen, veel gezellige dingen gebeuren in een stad waar, ja, waar eigenlijk altijd van alles gebeurt. En dat moet gewoon ook in de toekomst zo blijven, denk ik. Ook in 2019. Namens Edwin Meppel wensen wij u een heel gezond en gelukkig 2019.